Ik krijg er echt een hoek van. Herfstbladeren wegvegen of een bal wegkaatsen. En dat allemaal op een tafel. In het parkhuis wordt het een tovertafel genoemd. Dit is een project dat heet de Active Cues. Dat is een beamer die op een tafel projecteert met bewegingssensoren, waardoor mensen in de verleiding komen om met hun handen te gaan bewegen, maar ook met hun ogen en hun hoofd mee te bewegen in de richtingen waar de plaatjes in bewegen. Het apparaat heeft 7 spellen ter beschikking. Het is een innovatieproject en wij mogen nog aan 5 tot 8 spellen mee gaan denken wat goed voor onze bewoners zijn. Van deze 7 spellen zijn 5 heel interessant voor onze doelgroep. En 2 die zijn wat minder interessant voor de doelgroep die hier woont, maar wel voor de wat minder demente personen. Het Parkhuis is de eerste zorginstelling in de regio die gaat werken met een Active Cues tafel. In het kader van het bewegingsbeleid wat landelijk eigenlijk gevoerd wordt voor de ouderen, het naar buiten gaan, het bewegen, had ik van mijn activiteitenbeleid gehoord dat er zo'n spel in omloop was. Maar we wisten bij God niet waar we dat moesten zoeken. Ik kreeg een week de tijd om mijn plan in te dienen, dus het was allemaal heel spannend. Ik ben op het internet echt gaan zoeken van, goh, waar kan ik dit vinden? In de volksnaam noemden ze het een tovertafel. Nou, onder tovertafel kwam er niks naar voren op internet. Uiteindelijk toch via Breincollectief gevonden. Die meneer heeft me heel snel teruggebeld en ik heb informatie aangevraagd. Ik heb deze informatie samen met het begrotingsplan ingediend. En ja, daar waren we oren naar, want het is ook niet alleen voor mijn afdeling, maar eigenlijk voor alle bewoners die hier wonen. Volgens Bartelsen is dit apparaat ideaal voor mensen met dementie. Wat je merkt is dat de mensen een concentratieperiode hebben van 4 tot 5 minuten. Daarna eigenlijk weer in zichzelf terugzakken. En dit is een spel wat eigenlijk continu speelt. Als wij het programma aanzetten, dan geeft het de 7 spellen. Elke 5 minuten komt er dan een nieuw spel. Als iemand wegzakt in zichzelf en er komt ineens weer wat aanwaaien op een tafel, of er is weer beweging door je buurvrouw, word je eigenlijk weer geactiveerd en begin je weer met een spel. Hierdoor worden de hersenen goed geactiveerd, maar ook het bewegen op zich. En we weten allemaal, bewegen is goed voor ons hoofd en goed voor ons brein. Woensdag wordt de tafel officieel in gebruik genomen.